Welkom bij ABFF-TV met een programma van het Amsterdams Buurtfilmfestival, wat ieder jaar gehouden wordt in december in de OBA aan de Oosterdok in Amsterdam. In dit programma praten wij met filmmakers die eerder meegedaan hebben. En dat doen wij tot december, tot het komende festival. En dat doe ik samen met mijn compaan en collega en de initiatiefnemer van het filmfestival en de creatief directeur van het Amsterdams Buurtfilmfestival, Kiebrit Mekonen. Hallo Kiebrit. Hoi Jan. Hey, welkom in de uitzending. Dank je wel. Wij gaan dus praten met filmmakers die het eerder meegedaan hebben. En wie heb jij voor vandaag in de uitzending en welke film is dat? Nou, ik ben blij dat hij hier is. Ik heb vandaag Gijs van Duren uitgenodigd, helemaal uit Amsterdam Zuidoost. Hallo Gijs, welkom in de uitzending. Wij vragen altijd de mensen om wat mee te nemen uit hun buurt of iets wat aangeeft waar ze mee bezig zijn en uit welke buurt ze komen. En wat heb jij meegenomen? Ik heb een kubus meegenomen met foto's en daar staat een QR-code op van de filmpjes die ik met de mobiele telefoon gemaakt heb. En dat gaat over gebeurtenissen in Amsterdam Zuidoost? Ja, dit gaat over het schoonmaken op straat en nu is het dus vereeuwigd. Ja, je hebt er 6 foto's op staan. Ze hebben allemaal een betekenis. Maar, en die zijn allemaal films, right? Dat zijn allemaal korte filmpjes, fragmenten van de foto's die daarop staan. Maar we praten later dan over de film, maar vertel ons kort over jezelf. Wie ben je eigenlijk? Nou, ik ben al sinds 1985 in Amsterdam. Ik woon dus in Rijgensbosch en ik woon met mijn vrouw en mijn zoon. En wij zijn al lange tijd in deze buurt waar ik woon en ik ben betrokken met de buurt. Ik ben gepensioneerd en ik heb tijd voor de buurt en voor de kerk. En daarnaast heb ik hobby's, doe ook aan muziek en knutselen. En filmen is daarbij gekomen. Je bent een betrokken buurtbewoner. Uit wat voor familie kom je eigenlijk? Want ja, je bent ook betrokken bij de buurt. Ja, ik kom uit een heel groot gezin met 8 kinderen en ik ben de oudste. En we hebben altijd heel veel samen gedaan. Het is echt een komen en gaan, ook van andere mensen. Dus ik ben heel erg sociaal opgegroeid. En dat heb je later ook in je werk gedaan. Dat wilde je dat als kind altijd al worden? Ja, dat is eigenlijk doorgegroeid dat ik dus in het sociale wil werkte. En, Jij woont in Amsterdam Zuidoost, ik woon in Oost en we zitten ook in Oost, maar dan, we zijn samen Amsterdam. Wat is Amsterdam voor jou betekend? Amsterdam is een grote stad. Ik kom zelf niet zo vaak in het centrum. Ik heb wel in het verleden in het centrum gewerkt en in een jeugdhotel later bij het Leres Heils. Dus ik ben gewend op veel meer plaatsen te komen, maar ik woon dus in Zuidoost en daar gaat nu mijn aandacht meer naar uit. En ja, we zijn nogal multicultureel, zou ik willen zeggen. Allerlei volken zijn in ons midden, zullen we maar zeggen. En je voelt gewoon thuis, Amsterdam? Ik voel me prima thuis, ja. Ik ben wel tevreden. En, niet alles loopt even goed, maar je moet positief ingesteld zijn. En wat is dan voor jou de mooiste plek in Amsterdam? Ik hou van de natuur. De Gaasperplas is mooi om langs te lopen. Ik doe ook aan hardlopen. En de rand van Rijgensbosch richting Abcoude. Het zijn allemaal mooie plekken. En ik hoor ook vaak vogeltjes zingen. Dat is ook mooi. En voor je eigen buurt, want Zuidoost is niet zo klein. Er zijn heel veel buurten nog, hè? Wijken. Waar woon je precies? Ik woon in Rijgensbosch en ik woon in de B-buurt. In een middenhoogbouwflat. Ik woon op de 2e etage. Ik kijk op een gracht die langs ons loopt, en, beneden. En ik heb een klein balkonnetje en daar heb ik bloembakken staan. En heb ik ook een beetje groen vlakbij. Ik maak er wel wat van. Waar woon je er al lang? Ja, ik woon er sinds 1985. Eerst woonde ik in de S-buurt. In 2001 ben ik verhuisd naar de P-buurt. En hoe is het daar om daar te wonen? Is het leuk? Is het crimineel? Is het, want iedereen denkt altijd van nou, dat Zuidoost. Ik vind het leuk wonen. En, het is alleen zo, je hebt wat minder contact met mensen. Ik woon dus niet echt in een laagbouwwijk, wat ik dus eerst wel heb gedaan.
had ik wat meer contact met buren. Ook met de kinderen, dat verbindt ook. Als ik een hond zou hebben, dan zou ik ook, denk ik, bij het uitgaan ook wat meer met mensen contact uit de buurt contact hebben. Dus dat is dus beperkt. Ja. Ik weet van niets of dat het buurtindelingen in het Zuidoost, A-buurt, B-buurt, C-buurt, weet je daarvan? Ja, het Bureau voor Statistiek heeft alle buurten ingedeeld en sinds kort zijn de buurten voor Rijgersbosch opnieuw ingedeeld. Er was wat verwarring over. Het moet ook allemaal in systemen worden verwerkt. Hè? Bijvoorbeeld statistische gegevens zijn nodig om beleid op te kunnen maken. En zijn die letters dan ook geven die kwalificatie aan? A is een eerste klasbuurt en K is minder. Ja, nou, Rijgersbosch bestaat in wezen uit 4 buurten. Er is een mengvorm van laagbouw en middenhoogbouw. Het is dus gevarieerd. Ik woon wat meer in de hoogbouw. Ja, en daar is de sfeer toch wel wat anders. Wat meer gesloten, zou ik willen zeggen. Hoewel binnen de wooncomplexen zijn wel grasvelden, dus open ruimtes waar mensen wat zouden kunnen doen. Mooi. Hey, je bent filmer, jij filmt heel veel met smartphone, maar je hebt ook vorig jaar voor het ABFF een mooie film gemaakt. Vertel ons kort over je film. Ja, de film heet Welkomstbrug en dat komt doordat ik met een fietskarretje door de buurt heen gegaan ben, het centrum. En daar ben ik onder 3 viaducten gegaan. En ja, die viaducten zijn dus mooi geschilderd. Dat is een vorm van kunst. En ja, dat geeft een prettig gevoel. Het is echt zo dat mensen zich hierdoor beter thuis zullen voelen als ze daar doorheen lopen. Dat is echt het geval. En ik ben dus onderweg ben ik mensen tegengekomen en heb ik mensen aangesproken en ik heb ze welkom geheten. Daar had ik een mooie banner voor gemaakt en die ging ik uitrollen op dat fietskarretje. Mooi film. Ja. Nou, laten we niet te veel vertellen over de film. Laten we naar die film gaan kijken. We zijn hier in de kazerne en ik heb deze welkomstposter gemaakt om de bewoners in Rijgersbosch te verwelkomen, een fijn gevoel te geven. Ik ben hem nu aan het oprollen, maar het gaat een beetje fout. Ik denk dat ik eerst maar naar het karretje toe ga om het daar op te hangen. Zo. Dit is namelijk om bewoners welkom te heten. Kijk. Wie? Nou, dat is een hartelijk welkom. Ja. Verrassing, hè? Ja, zeker. Dat is een gekke fiets, hè? U woont hier ook in de buurt? Ja, in Holendrecht. Holendrecht, ja. Oké. Okay. En wat vindt u hiervan? Ik heb het nog nooit hier gezien. Nee, dat is gemaakt in de kazerne. En om de bewoners, de bezoekers, een beetje een fijn gevoel te geven. Ja. Dat ze het prettig vinden om hier te wonen. Woon je hier zelf ook in de buurt? Ja, ik woon zelf in de P-buurt. Dat ligt hierachter. Ja. En ik ben van het bewonersplatform. Dus ik ben een actieve bewoner. Ja, leuk. We hebben dus allerlei activiteiten. Een kaartje geven? Wacht even. Dat mag wel, hè. Dit is een welkomst in de Rijgersbosch.
Ik ben hier dus gekomen om een aantal mensen te verwelkomen. Dat zij zich thuis voelen hier in deze buurt. En dat mag wel eens een keer gezegd worden door met mensen te praten. Ze lopen hier voorbij en dan kom ik met hen in gesprek. En ik kan ze ook iets te drinken aanbieden, want ik heb hier een koelkast. En ik bied dan een drankje van de plaatselijke Jemaya Vegan Corner. Ook om het bedrijfsleven hiermee een beetje een hart onder de riem te steken. Ik heb drinken besteld, gezonde drankjes, smoothies. Alsjeblieft. Ja, dankjewel Martin. Ja, ervan, ja? Ja, ga dit gebruiken om mensen welkom te heten en tijdens het welkom heten geven ze ook iets te drinken. En nu gaat het in de koelkast. Super. Bedankt voor de medewerking. Ja, ja hoor. Dag. Ja. Dus we zijn hier om ook een beetje muziek te maken, om wat blijdschap te brengen hier in deze buurt. En dat is duidelijk te merken wanneer mensen langskomen, ze reageren. En zo kan ik tot gesprek gaan. En verder heb ik ook nog om iets uit te delen. Okay. So, I have a drink, okay. And you can take one, okay. And this has hemp, and this has no hemp. Okay. That makes sense. Yes. Yeah, that's okay. Good. Yes. And you can also get one. No, she's good. Oh, gee. Okay, yeah. Fine. Okay, yeah. Well, welcome. Thank you. Ergens Bosch. And today, you get this a gift. Spontaneous gift. Okay. Thank you so much. Thank you for your time. Yeah, have a nice day. Have a nice day too, eh? Bye. Bye. Bye-bye. Thank you. Oh, I still have to give you... Oh, I forget this. It has a QR code, yeah. And you can watch the video. Oh, okay. It's very nice. Okay? Okay. Yeah? You. Okay, bye. Nou, nu krijgt u iets moois te zien, hè? Zo. U bent van harte welkom in de buurt. En ik wil u ook wat geven. Als een welkom. En wilt u ook met een karretje op de foto? Ik maak een foto. Oh, zo. Nou, ja, geweldig. Ja. Ja, hè? Ja, ja, heel mooi. U heeft hem. Met deze krijgt u ook. Ja. Oké. En de clown komt ook uit uit Rijgersbosch. Dat is onze Rijgersbosch clown. Zo. Oké. Dank u wel voor de belangstelling en de tijd. Nou, tot de volgende keer, hè? Ja? Leuk wat hier liggen. Wat? Nou, ik ben blij dat ik het leven heb met al die leuke dingen. Nou, wilt u het zien? Wilt u het zien? Nee. U wilt het niet zien? Nee, want ik heb het daar gezien. Oh, u heeft het al gezien? Met ja, klopt. Ja. Oké, hartelijk welkom, hè? Ja. En goede dag vandaag, hè? Ja. Oké. Mag ik u misschien in de folder geven? Sorry.
Alsjeblieft. Ook ziet het wel leuk. Zo, kijk eens even. En wat kost dat? Dat kost geen geld. Dat krijgt u vandaag. Nou, speciale dag. Hè? Ja, een speciaal welkom. Hè? Zeker. En u doet ook goed werk, heb ik gehoord. Hè? Met het organiseren. Ja, dat proberen we dan. Okay. Alsjeblieft, hier is mijn telefoonnummer. Hartstikke leuk. U kunt me bereiken. En wat is uw naam? Rita. Rita. Muziekje vandaag. Oh, gezellig. Kijk eens even. Ja, welkom. Welkom, hè. En waar? Jullie zijn welkom hier, hè. Ja, geweldig, hè. Hoi. Hartelijk welkom, hè. Dankjewel. Kijk eens even. Wat welkom. Speciale dag vandaag. Want u komt langs. En als u wat te drinken wilt. Ik heb ook nog... te drinken. Dank je. Zal ik wat drinken? Goed zo? Oké. Ja. Hartelijke groeten, hè? Oké. Ja. Jullie willen weten wat ik aan het doen ben? Ik ben de mensen. Ik ben de mensen aan het welkom heten. Oh, hallo. En kijk, jullie kunnen deze krijgen. Oh, welkom. En dan kan je filmpje kijken. Alsjeblieft. Heel leuk filmpje. Wees niet bang. Ik ben Gijs van Deuren. Ik woon hier in de buurt en ik ben op het bewonersplatform. Wij organiseren activiteiten. Mensen, bewoners met elkaar in verbinding willen brengen. En dat geldt dus ook voor de jongeren. Dus ik vind het fijn dat jullie hier zijn en dat ik jullie kan begroeten. Nou, mooi hè. Jullie hebben pauze nu? Ja? Oh, ja. Oh, dan ben ik op het juiste moment gekomen hè. Ja. Nu lust het nog. Ik heb wat drinken. Alsjeblieft. Dan ben ik... Ik ga het proberen. Alsjeblieft. Ja? Dan ben ik alles kwijt, hè? Ja? Want ik ben wel klaar. Ja? Nou, bedankt voor jullie belangstelling. En jullie zullen mij wel eens meer zien. Ik woon hier in de buurt. En dan kan je zeggen... Dag Gijs. Ja? Oké? Fijne dag. Jullie ook, hè? Ja. Dag. Super mooi film, Gijs. Hoe kom je met het idee om dit film te maken? Allereerst heb ik meegedaan aan een workshop van de ABFF. Mm-hmm. En ik heb dus de rol van regisseur geleerd, niet de andere rollen. En daardoor moest ik een film gaan maken. En ik ben dus daarmee begonnen. En er kwam een jong gezin beneden bij ons wonen in het pand. Mm. En... ik vond het leuk om iets te gaan doen, om ze welkom te heten, hè? Op een wat duidelijke manier. En dat is dus niet doorgegaan, heb ik dus een ander script moeten schrijven. En dat heb ik ook nog in het Engels gedaan, omdat ik een Engels sprekende camera beschikbaar heb gekregen om deze film te maken. Hij heet Johnson. En we zijn dus de buurt ingegaan. Er zijn een aantal viaducten, onderdoorgangen, mooi geverfd met kunst, mooie kleuren. En dat is bedoeld om de veiligheid te vergroten, het gevoel van thuis te vergroten. En daar ben ik dus met het karretje, fietskarretje, rondgegaan door de buurt en het winkelcentrum. Ja. Oorspronkelijk idee was voor dat nieuwkomer jongetje onder buurman, een buurjongetje of zo,
Maar dan het uiteindelijk voor iedereen geworden, dat thuisgevoel. Ja, nou ja, het thuisgevoel is eigenlijk voor iedereen nodig. Hè? Ook als je al langer in de buurt woont, dat je je ook daar thuis voelt. Dus het is zowel voor de oude als voor de nieuwe bewoners. Dat ik dus mensen heb welkom geheten. Daarom ging ik ook onder een viaduct staan waar mensen langskomen om boodschappen te doen. Dan kom je in contact. Ja, en die hele werkwijze, dat script schrijven en dat samen met een ervaren cameraman gaan doen. Hoe vond je dat om te doen? Nou, dat was een leerproces. Ik heb wel alles gedocumenteerd, dus ik weet wat ik doe. Ik heb het dus allemaal op papier gezet en bij elkaar genomen heb ik wel ongeveer 90 uur aan besteed om die film te kunnen maken. Zo. Je hebt het goed voorbereid gedaan, daar ben ik zelf getuige, want ik heb ook met jou een beetje meegeholpen met de montage natuurlijk. Maar waar was het voor jou de uitdaging? Waar was het voor jou de moeilijkste ervaring? Nou, je hebt niet alles onder controle. Dus je moet dus een script hebben en daarmee moet je aan de slag gaan. En het wil niet altijd lukken. Het is ook helemaal spontaan gedaan. Het is niet allemaal voorgekauwd. Dus ik kon niet oefenen. De bedoeling was dat ik met de groep contact zou kunnen krijgen. Dat heb ik dus gedaan in een andere buurt. Maar dat bleek dus niet nodig te zijn. Want uiteindelijk tijdens het rondrijden in Reigersbos kwam ik bij de school uit. En ik heb de connectie gekregen met de jongeren. Ja, dan blijkt de praktijk toch heel erg anders te zijn dan wat je in het script hebt bedacht van tevoren. Maar ben je uiteindelijk wel tevreden met het resultaat? Gezien de korte tijd die ik heb gehad, ben ik uiterst tevreden. Het is geen saaie film geworden. Je ziet dus dingen gebeuren die je niet zou kunnen verwachten. Dat is toch wel leuk. Tijdens de vertoningen is een bewoner tot de ontdekking gekomen dat hij in de film gemonteerd was. En ja, hij was echt heel erg blij daarmee. Dus, Je hebt het wel al gezegd, maar ik moet je toch nog een keer vragen. Wat wil je eigenlijk in het kort aan de kijkers geven met die film van jou? Nou, ik vind dat, mensen liefde moeten ervaren en proeven. En dat is op deze manier wel zichtbaar gemaakt. En dat moet losstaan van waar je komt en wie je bent. Dus voor iedereen. Liefde. Ja. Ja, je hebt je film laten zien in de bioscoop, op het festival. Hoe waren die reacties dan? Klopt het een beetje met wat je bedoeld hebt? Denk je dat die boodschap goed overgekomen is? Ja, ik heb met mijn vrouw na afloop gesproken. Zij was geraakt door de film en ze vond dat ik overtuigend overkwam. Echt, het was niet gespeeld. Het was spontaan en dat spetterde wel van de film af. En het is ook een unieke film, want er is geen muziek in verwerkt. De muziek die er is, die maak ik zelf. En dat is natuurlijk een heel andere film. Dat is geen doorgang, geen standaard film. Hm. Jij bent dus, als ik het zo alles bij elkaar zie, jij bent filmmaker, jij bent dominee, jij bent een heel actieve buurman. Wat next? Wat ga je hierna doen? Waar ben je allemaal mee bezig? Nou, ik vind het belangrijk om een film ook ergens voor te gebruiken. En daar heb ik er dus een manier voor bedacht. Ik heb dat ook meegenomen, net met deze kubus. Ja. Maar ik heb ook nog een draaitafel. Haha, kijk eens even. En daarin zit dan een kubus en er komen hier straks vensters. En als je het venster open doet, dan kan je de QR-code scannen. Ja. En die kan je dan... Je kan ook hier ook nog kijken wat erin zit. Oh ja, even kijken, hè? Ja. Laat maar even aan de camera zien. Als het venster open gaat, dan gaat er licht branden. En dan kan je de QR-code scannen. Het is dus in het duister. En als je die QR-code gescand hebt, dan? Ga je naar de website. Nee, dan gaat die dus bekeken worden in deze kijk. Oh, dan op tegelijk een filmpje. Dat moet je dus met je eigen mobiele telefoon doen. En dit vergroot het beeld. Ja.
Je krijgt een filmpje op je telefoon als je die QR-codes krijgt. Ja, ja. Maar het wordt vergroot door deze kijkoog. Hè? Ja? Ja, laat me even zien aan de camera. Ja, mooi. Ja. Maar ik had het zo goed begrepen, dit is dus niet jouw filmplan, maar dit is nog daarnaast. Ben je ook van idee om nog een andere film te maken? Ja, ik wil met de kerk, met de jongeren een film maken. We hebben apparatuur in de kerk. Ik moet die apparatuur ook nog leren bedienen, want dat was niet mogelijk tijdens de cursus. Daar was te weinig tijd voor. En dan zie ik wel wat er voor film gaat worden. En ik kan ook met het bewonersplatform nog een film maken. Want deze kleuren corresponderen met vier thema's die wij als georganiseerde bewoners willen gaan uitwerken in plannen. En dat kan je dus ook laten zien. Kijk eens aan. Een veelzijdig man hebben we hier zitten. Hartstikke leuk om te horen wat je allemaal van plan bent en waar je allemaal mee bezig bent, Gijs. En dan ook een mooi moment om even af te sluiten. Hartelijk bedankt voor je komst naar de studio en hartelijk bedankt voor de spullen die je meegebracht om te laten zien aan de kijkers thuis. Kiebrit, bedankt voor de goede gast die je uitgenodigd hebt. Hartstikke leuk. En de kijkers thuis, bedankt voor het kijken en tot de volgende uitzending.